Telus Uur heeft een financiële update gepresenteerd aan president Chandrika Prasad Santokhi. Tijdens de presentatie benoemde directeur Mike Antonius de financiële uitdagingen van de afgelopen 3 jaar, de bijdrage aan de gemeenschap, koersontwikkelingen, gewijzigde marktomstandigheden en lange termijn verplichtingen. Ook de liquiditeitsplanning en de winst- en verliesrekening. De regering onderzoekt mogelijkheden om studenten te ondersteunen met een studietoelage. Telus Uur bereidt een presentatie voor met concrete voorstellen voor een sociaal pakket dat over 3 weken zal worden besproken. In opdracht van de afdeling Bruggen en Steigers van het ministerie van Openbare Werken zijn er herstelwerkzaamheden verricht aan de brug over de Saramacca-doorsteek. De werkzaamheden worden door aannemer Twahir Ayoub uitgevoerd. Een gat op de brug die gevaar vormde voor weggebruikers is gedicht. In december 2022 nam het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu een cruciale stap om publieke terreinen zoals parken en pleinen te beschermen. Deze plekken zijn kostbaar voor ontspanning, sport, natuurgenot en bieden een waardevolle leeromgeving voor studenten. Het ministerie heeft al landmeterskaarten voor belangrijke terreinen gemaakt en zal dit jaar blijven werken aan de bescherming van andere publieke plaatsen in verschillende districten, strevend naar een duurzame toekomst voor gemeenschapsgenoten.